Warre speelt Gaston Bergmans. Warre is de ideale acteur om die rol te spelen. Enerzijds omdat het een fantastisch acteur is, met heel veel schakeringen, heel veel mogelijkheden. En wat Robin Williams ook heeft, had Gaston ook met een glimlach kunnen ontroeren. En Warre kan dat ook als acteur. Voor mij betekenen ze allebei ook heel veel. En ik ken ze dus nog toen ze apart optraden. Dat was één grote brok grappige energie. Je zit naar iets te kijken en dat zorgt voor een verbondenheid. En dat is toch fantastisch? Iedereen amuseerde zich daar ook mee. Ik kan me niet indenken. Ik heb eigenlijk nog nooit iemand ontmoet die niet van Gaston en Leo hield. Ik ben zeer tevreden met Warre, die aan mijn pa speelt. Waar ik ook van denk dat hij dat fantastisch zou gevonden hebben, want hij was een enorme fan van Warre. En ik vind, hoe langer dat ik hem hoorde spreken, hoe meer dat hem gelijk Gaston, gelijk papa begon te spreken. Zo. Het is niet niks. Draai of keer het zijn iconische figuren. Er wordt niet elk jaar een Gaston en Leo musical op poten gezet. Dus die kans krijg je niet alle dagen. Vanaf januari in Theater Elkerlijk Antwerpen en Capitool Gent. Tickets en info via backstageproducties.be.